Waarom gaat er niet uit? Is dit je knotje? Ja. Wat een hoopje stroom. Oh, hij geeft me! Echt, als ik daar knap en mijn benen heb, jongen. Laat me 5 seconden. Kom, heb. Oh, jij bent echt... echt zo gemeen, Daphne. Oké, deze moet echt omhoog staan. Voor de vuur en vlam, dan kan je jou vaststaan als je valt. Maar ik zou een paar zoeken. Hey guys! Hallo. Guys. Super leuk dat jullie weer kijken. Ja, we zijn weer terug met de niet paardenbeste afleveringen. Voor degenen die het niet kennen, wie zijn jullie? Daphne. En ik ben Nino. En dit zijn twee vrienden van mij, maar ze weten dus niks van paarden. En ze gaan dus allerlei paardendingen doen. Ze vloggen vandaag bijvoorbeeld al een dagje en vandaag gaan ze Abby wedstrijd klaarmaken. Dus ze gaan vandaag Abby poetsen en Nino is een beetje bang. Dus ja, we zullen zien hoe het gaat. In de vorige aflevering hebben we het altijd een soort van wedstrijdje gedaan. Nu gaan we het dus samen doen, denk ik. Gewoon. Ja, dat is leuk, hè. Oké. Okay. Kunnen we samen grappen maken? Ja. Daar heb je. Reeds wat kus gaat open. Oh, dit is het elastiek, is dat? Dat bedoel ik met dat. Nee, knotten moet je toch met dat draad doen. Ja, hier, dat is voor met dit. Ja, dat bedoel ik. Dat tot ziens, dat wil ik bedoelen met dat netje. Al de wezen kerken van het spant. Orka. Mag je zo doen? Of vind je dat niet lekker? Ik weet het niet. Maar hoef jij het lekker als je tegen de haren ingaat? Wie is er aan het doen, hè? Dat is weer, hè? Dus, wat pak jij nou dan? Ik wil gewoon een bosbol. Baby doekje. Waarom gaat er niet uit? Kijk maar. Oh, hallo nasty. Zal ik maar deze doen? Ja. Als je mond in zit, maak. Oh, hij geeft me! Echt? Ja! Oh. Abby! Vast kring! Ja, waarschijnlijk vond hij wat jij deed niet lekker en bijt hij mij. Kijk. Oh. Ik word echt zwanger. Ja, ik hou hem wel een beetje vast. Nino, als ik hem vast heb, gaat hij echt niet bijten. Ja, dat zag ik toch. Niet zo lekker vond. Ja, dan. Kijk, zie je? Oh, hij kijkt gewoon. In. Kom maar, Abby, rustig aan. Zal ik even wat eten voor ompakken? Doe dat. Dan wacht ik eventjes. Je weer terug. Zie je, zo doe je dat niet nu. Hou hem vast. Ik zit nou vast. Kijk, Nino als een wijf. Ja, en nu? Ja, en nu? Zo kan hij niet op wedstrijd, hè? Nee, zou ze maar boos worden? Ik moet ook dit doen, zeker? Ja, dan krijg ik een dikke 2 voor mijn verzorging. Oké, okay, hoe krijg je al die stof eruit dan? Ja, zo kan ik toch niet bij. Nou, niet jij de andere. Ja, ja, maar dikke ook, ja. Oh, ik ben morgen maar. Oh, het is niet. Sorry, Abs. Zo, mijn handen kijken. Ga voor jij vies paard. Ben je nou klaar? Ik heb de hele ene kant al gedaan, joh. Gekkie. Ja, maar hoe krijgen we weer het stof eraf gekregen? Niet. Nou dan. Die zou scheet. Nee, ze stopte letterlijk naar achter. Schopte ze naar achter? Ze stapte. Ze heeft toch hoeven, jongen? Dat hoor je toch? Ik denk, oh, een gekke meisje samen. Ja. Ik ga het slijzen hoor. Kom maar. Ik wel. Oh, niet. Nee, nee. Au, maar dit is. Moet net alsof ik mijn kind mooi maak. Wat is dit hier? Ja, dan moet je. Kijk, jongen. Allemaal haar in mijn hart. Oh ja, dit gaat wel beter. Hoe je dat? Even leeg, een paar persoon. Dat vindt hij lekker of niet? Waarom heb je een mes in je ding? Ja, weet ik veel. Hey, mag ik het opzoeken voor je knot? Nee. Oké, je moet eerst moet je. Oké, ik heb je kan toch al een knot leggen? Eerst vlechten en dan moet je het erin rijden. Dan moet je volgens mij dat touw er doorheen steken. Niet lekker, heb je? Hey, Lee, jij moet het hoofdje even vasthouden. Anders kijk niks, hè? Nien, kan je überhaupt wel vlechten?
Met deze manen kan je toch niet meer overleggen. Kom. Oké, okay, iemand houdt ze even vast. Nee. De camera plukt niet het paard. Kijk, en dan doe ik zo. Nee, je moet die elastiekjes aangeven. Rust eraan, ik pak die elastiekjes. Ja. Wit of zwart? Oh, doe maar zwart, hebben we ook zwart? Ja, niet zoveel, dus doe maar wit. Jongens toch. Vind je hem eng, Lee? Ja, vind jij niet eng. Ze heeft gewoon honger. Pak eten voor de dan, dieren wil. Ja, letterlijk, daar begint ze los. Ik kan niet zo vlecht zijn. Ja, dat wilde ik ook. Maar dan moet je wel stil houden. Oké, dat ga ik doen. Sorry, apps. Als ik het leuk vond, krijg ik echt een dikke tien. Staat niet stil. Kijk, zie je wat een honger. Oh, meisje toch. Ik heb nooit dat. Eigenlijk lekt het gewoon. Kijk, zie je, hup, bij mij. Hier, ASMR. Hoor het. Oh, dit is echt wel fascinerend. We gaan die knotten, we gaan één vleg maken. Oké. Okay. Yo, ik kan niet verder, jongens. Het is veel te kort. Nee, kijk, dit is het begin. Oké, geef even een stukje in. Zo kan je niet op wedstrijd verschijnen, Abby. Zo. Dit is heel mooi. Ik weet niet eens hoeveel vleg moet daar gaan. Oh, die staartjes, kortjes. Oh, wacht, weet je wel. Drie stukjes toch? En dan over elkaar. Oké, okay, Lee, hou even dit vast. Nee, hou het. Ja, dat is alles los. Jullie doen het paard vandaag, niet ik. Het paard doet ons vandaag. Echt, als ik daar knap en mijn benen heb doorheen. Ah, joh, voel je maar een paar weetjes. Meer sensatie, want dan komt de ambulance. Ja. Zo. Dat is gewoon echt zielig. I'm a unicorn. Ah. Oh. Eerlijk, het is best wel leuk. Nee, nee, niet dat. Haal dit er eens uit en maak knotjes. Nee, is dit je knotje? Ja. Wat een hoopje stroom. Kun jij beter dat je zit te lachen, joh. Maar ik zou een paar. Eerlijk, ik wil even props voor die vlecht. Rustig, Abby. Rustig, Nelna. Ik hou er ook wel van. Samen houden we er vast. Ik heb echt helemaal niks. Ik weet wel dat ik nooit een paard zou nemen. Holy shit. Oké, okay, deze moet echt omhoog staan. Voor de vuur en vlam. Dan kan je jou vaststaan als je valt. Is dit hoe jullie je wedstrijd gaan sturen? Nee. Jawel. Ik kan het niet beter. En qua poetsen ook? Nee. Ja. Nu is klaar. Dit is het begin. We willen gewoon even de manen weg hebben. Maar eerlijk, is het er mooi uit. Laten we het maar gewoon staartjes maken, want... Ja, maar hij moet knotten in een wedstrijd. Nee, wij bepalen wat we doen. Het is ons paard. Kijk, oh my gosh, wat een oplossing. Kijk nou. Oké, mama. Ja, maar moet ik daarmee? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Je alt viezigheid ben je weer eruit aan het borstelen. Ga nu kijken naar de andere kant, hoe netjes dat eruit ziet. Ja, het toch alleen maar in, dat is niet schoon. Nou, we hebben wel lekker boeien. Dat doe ik ook altijd, gewoon als we een kast flikken. Nee, waar kan je al? Oh, kijk, hij heeft jeuk! Waar? Hier? Ja. Prachtig, Nino. Kom maar. Kijk, ik ben een paardenfluisteraar, dus gelijk stil. Mag je nu jullie voetjes snel? Hè? Rustig, Abby. Mag ik nu... Hé, hey, de touw is los. Kom maar, even nog een stukje. Daphne, heel even. Laat me alsjeblieft een knotje erin doen, dan ben ik een gelukkig mens. Laat me 5 seconden. Kom, heb. Oh, echt zo gemeen, Daphne. En je wilt gewoon even lopen, dan word je weer. Eerlijk. Ja, dat is niet. Ja, wat denk je nou? Ik ben een slag. Is dit het resultaat? Ja. Nee, dat is niet het resultaat. Laten we nou gewoon dat knotje zetten. Dan ga ik naar B. Daphne, stop! Zeg er wat van, Leanne. Hier. Oh, ik ga ze verder in de B. Probeer alsjeblieft. Abby, 12 kilo. En wie gaat even wandelen met Daphne? Zij toch?
paard beheerst ons. Hoeveel knopen ga je erin? Hoe 60? Nou, ze gaat daar weer uit, kijk. Ja. Nou, dat is mijn poging. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Oh. Dit is net los. Hey, deze, eerlijk, deze is nog wel goed. Okay. Je hebt hem ook op de goede manier wel gemaakt. Was je van plan hiermee op wedstrijd te gaan? Ja. In ieder geval, dit kan natuurlijk niet. Nou. Zie je? Deze kant is best wel dat niet. Ga hier verder. Ga naar mijn kant, Lee. Oké, dit is op zich wel netjes. Hier, ja, alleen een beetje haren. Maar hier, de benen. Dat is nog gewoon, daar ben je gewoon niet geweest. Nee. Dit is op zich ook oké. Okay. Nou, kijk hoeveel stof eruit komt. Ja, dat kan hier echt niet. Dit is mijn stukje. Ja. Het is ook een beetje vies. Ja. Maar dat is het naar de reet. Dus reet willen zijn sowieso kijk, vies. Dat kan toch niet dan? Ja, maar het moet toch juist schoon worden? Even naar de hoeve en naar mijn hoeve en naar Nino's hoeve. Ja, wie heeft het niet gedaan? Nino. Prachtig. Hier moet je ook nog even kijken of er geen steentjes zitten. En bij Nino, ja, moet gewoon nog helemaal gekocht worden. Je hebt het niet eens gedaan, joh. En wat is dat, Lee? Wow, van Bukas. Vertel even, Nino. Wat doet het? Nou, dit zorgt ervoor voor een wedstrijd met de spieren. En die wat warmer worden. En dan ben je wat soepeler. Is dat waar, Leanne? Ongeveer. Nee, kijk, want het is deze deken die reflecteert het magnetisch veld in een paard. En daardoor gaat dus de bloedsomloop gestimuleerd worden. En daardoor worden die spieren dus warmer. Dus dat scheelt je hoor. 2018. Dus maar ik denk dat we het wel los moeten maken. Maar als we deze eerst afnemen. Nee, nee, dat hoeft niet losmaken. Oh nee, dat hoeft ook niet. En dan vast. Oké, okay, ik denk echt dat het goed is. Nee, ik weet niet hoe het dicht gaat. Zo. En dan, als het goed is. Wacht even, even andersom. Het is zo logisch voor mij. Jullie ja, het is, het, ook, het is ook logisch, want je moet hem hier zo indraaien, maar. Ja, klik. Ja. En dan draai je. Ja. Kijk, dan zit hij zo vast bij het staan. Oké. Okay. Dus het zit ja, zo worden te zitten. Oké, okay, nou App, je bent helemaal ready voor de wedstrijd. Nou, dit zit wel goed. Dit is ook heel logisch meestal. Bal voor ons. Nou, wat ik al dacht dat jullie verkeerd zouden gaan doen. Jullie hebben deze naar allebei de kant gedaan. Een kruisje meestal. Oh, dus die moet naar dat clipje en die moet naar die. Oké, okay, ja, we zijn klaar. Ik vind dat jullie de knotjes niet echt goed hebben gedaan. De deken hebben ze wel echt goed gedaan. Die zit gewoon helemaal netjes nu. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat in de reacties ideeën achter die jij nog wil zien voor de niet-paardenmensen. En dan tot de volgende keer. Doeg! Doei! Doei. But if you close your eyes.